Hoi. Hoi. Hoi, hoi. We spelen GTA Vice City. Maar dat heb je wel eens aangemerkt. En als je het niet hebt gemerkt, dan ben je redelijk dom. Want dat zeg je toch gewoon in naam. Ja, toch? Dus krijg je in. Oh ja, vergeten. Deze akelige quest. We hadden vorige keer bij zijn gereedschap met die kop. Of die dikheid, of hoe je mag het noemen. Maar dan. Waarvan je dan in een locatie moet gaan en wat de trucks moet oppakken. Of sterk of PE. Ik heb echt een flauw idee, net zo'n trucks en oh, lekker kingwatje. Dus de plankscheten en de getint. En de getinten. De plankscheten, ja, die deken was in een paar missies gedaan voor de plankscheten. Daarna moest je volgens een paar missies doen voor de. Voor de. Nee, nu ben ik te bezig met de missies voor de blauwe shirt. De getinten. Dit is niet racistisch. Ik ben zelf trouwens een plankscheet als je dat hebt afgevraagd. Ik mag geen muscle move, oké. Ja. Oh, ik dacht dat er stil blijft zijn gebeurd helemaal niks. Jullie, ik ben gescampt. Ik ben gescampt. Ja. Jongen van 13. Nou ja, ik ben 4 april 13. Jongen van 13 is gescampt door politie. Hartgebroken. Oké. Ik denk dat een scooter eigenlijk handig is voor deze missie persoonlijk. Maar hey, ik ben weer een keer zo'n sukkel die geen scooter gaat gebruiken. En let's go! 1 sterretje weg. Kijk, als ik die andere 1 ster ook nog eens kan ontsnappen, zou het nog mooier zijn. Nou, dat gebeurt waarschijnlijk niet, want ze gunnen me het wel ergens niet. Dus kijk, ik heb het gevoel dat ik de verkeerde kant op ga. Maar daar ga ik altijd dus. Dus ja, dat zou je waarschijnlijk niet verbazen. Want ik ben zo'n sukkel soms. Dus kijken, oh ja, hier in dit hokje. En oh shit. Get the stuff back to the hideout. Oké, op het helemaal mooi. Oké, dus kijken, we gaan rijden. Oké, eruit springen. Ja, oké, dit gaat moeilijk. Oké, nou, veel splees. Ja, daar zit een dikke peukerauto. Die ik waarschijnlijk wel goed gaan gebruiken. Ja, als ik kijk, staat die auto nog in de garage. Ja, die auto staat er in dit geval nog. Deze die kan ik wel gebruiken, deze. Bij veel. Dus kijk, kan ik over die bult heen springen? Waarschijnlijk niet. Dus dat ga ik ook niet proberen. En oh ja. Vermoord je eigen man maar eventjes. En ja, aan de kant. Ik zei aan de kant. Het zou ook tegen bedankt. Gangmember. Oké, ik moet hem dus terugkrijgen naar de ster. En oké, als jullie hem eventjes met rust zouden laten, zou dat heel veel voor mij betekenen. En zou ik dat heel erg waarderen. Ik denk dat ik gewoon stil moet staan en ze eruit moet laten stappen. En dan het beste is, ik ben wel zo dom, maar doet het niet. Dus kijk hem. Ah, beste mensen, ik heb ze naar onze hideout gelokt. Is het niet goed voor mij? Ik heb ze hierheen gebracht. Waarschijnlijk volgt iedereen me, zitten leeg en even juichen. Maar hey, we hebben het spul, ondanks dat ze nu heet het hebben. Ondanks dat we. En oh ja, meteen weer op Indoesam. Net nadat ik de politie heb gegeven. Oh ja, hey. Nou, met de film was tamelijk saai. Tommy. Facetti, waarom heet hij zo? Ja, Tommy Facetti zei dat hij de plek hem bekend voorkwam van zijn shout-out. Althans, zijn shout-out voor de mensen die het niet weten. Waarschijnlijk zijn jullie wel al met z'n te kijken. Maar ik hoop het. Oh, Topfun, geweldig! Ik heb nog niet genoeg missies gedaan met Tommy, irritante vliegtuigjes op dingen gooien. Woehoe, wat leuk! Oh, ik heb maar 2 vliegtuigjes. Nou, eens kijken, hoe moet dit haast weer? Oh. Oké. Ik heb deze missie zo vaak gedaan in het verleden. Ik weet niet meer hoe het moet. Oh ja, ik weet het goed moet. Je moet dus. Oké. En. Ik heb het gevoel alsof het nu niet meer kan lukken. Ja, weet je wat een tactiek voor deze missie is? Ik dacht, ik ken zo eventjes altijd.
Even cancelen. Ik weet de tactiek nog maar. Oké, ga je nu mijn geweldige tactiek demonstreren. Je rijdt over de weg heen, naar de brug. Je rijdt over de brug heen en dan ja. Als je vliegende boog vindt, dan is het net een stak als wij bent. Die Nigeria San Andreas, die missies van die ene man net die bril niet kon completen. Het winkeltje en al. Ja. En de pers die dan ook bij de overval missies bij de Chinezen en casino betrokken was en die dat niet lukte. Nou, als je zo'n stakker bent met de bedrijven net zoals ik. Nou, geen zorgen. Ik heb al je problemen voor je opgelost. Dan ga je dan gewoon over de weg heen naar de locatie. Kijk, wat moet ik allemaal laten ontploffen? Oké, je moet dus twee poten laten ontploffen. Nou, hoe moeilijk kan het zijn? En naast mij moet ik dus twee pootjes laten ontploffen. Je hoort er eigenlijk rond overheen vliegen en dan zo boom doen. Maar goed, ik ben niet zo slim. Dat doen naast mij zit die ook ergens een van de auto. Maar ik ben nu te lui om die te gaan opzoeken. Ja, dan ga je dus hierheen. En dit is een beetje vermoeiend en ook zeer racevrijdachtig. Ik vanwege dat ik deze missie altijd zo moeilijk vond toen ik jonger was. Ben ik hier meerdere maal heel erg hard om gedatesquit. Toen ik nog niet al de tricks en tips en tricks wist. En trucjes. Eens kijken. Dan heb ik het ook een keer. Eens kijken. Als je erheen rijdt. Oh ja, je moet de mensen overrijden. Dat was het. Kijk eens, je moet ze schoen over gaan rijden, deze mensen. Zie je deze hier? Overrijden die hand op. Want zometeen gaan ze dan met die poot wegrijden. Kijk eens. Wachten. En weer overrijden. Kijk, dit is dus het trucje. Nu kan hij dus niet met de auto meer gaan rijden, omdat hij dood is. En je moet dus al die mensen gaan overrijden. Dus dat is het trucje. En dat kan dus heel lang en racegewitachtig duren. En pas als je dat goed aan, dan kan je rustig die pootjes laten ontploffen. Eens kijken, nog eentje pakken. Kijk, sinds je toen nog ook helemaal niks tegen. Dat is nog een mooie. Eens kijken, je moet ze gewoon rustig en voorzichtig gaan overrijden. Gewoon niet te veel druk zetten. Want je hebt uiteindelijk gewoon eigen tijd en dan moet je gewoon heel te gaan. En hier gaat het dus tricky wachten. En een beetje lastig, want hier moet je dus heel voorzichtig van het trapje afrijden. En oké. Vraag me niet hoe ik dat heb gedaan. Maar goed, en ook nog een keer in de eerste keer. Deed nou, oké. En kijk, hier wordt het ook een beetje moeilijk. Je moet dus deze doodrijden. En oké, ja, dit fout. Deze hier moet je proberen te laten versuipen. Deze, denk ik. Of die kan je denk ik niet gewoon overrijden, of wel. Deze, en oké, die tonnencamera werkt er niet mee. En oh ja, deze kan ik dus wel overrijden. Nou, hij zat ze net gewoon op lucht dus. En als je net zo sukkel als ik ben, en je hebt daar dus een probleem met die ene, dat die daar op de poot konden zijn, nou, kill die dan als laatste, zou ik je adviseren. Dus ja, want je gaat die poot ontploffen laten. En dan moet je hem dus gewoon simpelweg dan gaan killen. En hier is trouwens ook een zeer moeilijke om te killen. Deze is ook een moeilijke kill. Dus voor deze moet je ook goed oppassen. Kijk, dus dan moet je gewoon zo gaan. Even wachten. En je moet dus niet gewoon, je moet dus niet heel veel van vele afstanden rijden. Je moet ze gewoon kleine tikjes geven, alsof je allemaal kusjes geeft. Je moet dus lekker voorzichtig aan doen, niet haastig. Want als je dit haastig aanpakt, dan misluk je deze missie sowieso. Dan moet je vervolgens hier naartoe gaan rijden. En activeren. Kijk, dan is de eerste poot ontploft. Kijk, zo. En de tweede poot gaat ook in de fik. En die laatste poot gaat misschien ook nog wel in de fik. Maar kijk, dan moet je dit gewoon zo gaan doen. En dan normaal zouden de mensen in die poten gestapt en gaan wegrijden. Maar vanwege dat ik het slim en goed heb aangepast, zijn ieder mens die in de poot zou mogelijk kunnen slapen, is al dood gegaan. En tussendag beweegt die poot ook niet meer. Dus zo simpel is het. Het is gewoon kant-en-klare koek. En dus ja, zo moet je het dus doen. En je moet dus wel voorzichtig zijn met die auto's. Ik zou adviseren om gewoon de hele tijd over de stoep te rijden. En je mag maximaal één vliegtuigje verprutsen als je het doet. Zodat je in één keer twee poten kan laten proeven. Maar ik zou al je vliegtuigjes bewaren. Met ieder vliegtuigje één pootje proberen te slopen. Maar zo moet je dus gewoon gaan doen. En ja, dit is vrij simpel. Makkelijk dan dit kan. En dit is Cheese Missies met Benjamin. Kijk, zo doe je deze missie dus tamelijk makkelijk. En laat ontploffen. Die ontploft. En dan is die goed.
En hoppatee. En zo doe je dat dus. Weet je, normaal, als je het normaal zou spelen, zouden die drie auto's wegrijden. En zou je het dan ook nog eens. En dan zouden die drie auto's wegrijden. En dan zou je vervolgens daarna. Zouden ze vervolgens nadat die drie. Nee, zouden die drie poten wegrijden. En nadat die drie poten wegrijden, zou die auto die hier ergens stond ook nog eens wegrijden. Dus dan moet je vanuit de lucht boven het water met zulke kleine rotvliegtuigjes hun bekogelen. En oké, wat kan je hier trouwens? Ik weet eerlijk gezegd echt een flauw idee waarom ze dit in de game hebben toegevoegd. Want kijk, wat is dit überhaupt voor gebouw? Ik weet alleen dat je hier, als je geluk hebt, 1 en 2 jaar, 3 keer een paar coole challenges kunt doen. Nou, als je hier ergens naartoe gaat, kan je ergens een coole challenge doen. En kijk, dan moet ik eventjes wachten. Ik moet eventjes uitgaan. Oké, zo. En dan volgens mij eventjes daarheen. Oké, dit weer genoeg Tommy, want hij heeft natuurlijk gast nooit fout en met zo overleefd hij makkelijk. En dan ga ik nu volgens verder. Maar deze locatie is, ja, ik weet eigenlijk echt niet wat dit is. Vanaf mij is er gewoon een geschoente dat GTA City die al die moeite heb gedaan in de start. Ik herinner me nog eens toen ik voor het eerst keer ooit GTA City speelde en toen logde ik dit en was ik helemaal blij. En ik dacht dat dit een punk was en dat het een punk over missies zijn. Maar soms, heel soms, kun je met een bepaalde missie ergens naar binnen toe gaan. Dan kun je een stunt missie doen voor een paar coole autootjes. Een lachen of zo, raceautootjes. Maar als je die auto's gewoon vindt met die garage, dan kun je die auto's ook gewoon doen. En anders gebruik je gewoon cheats om autootjes in te spawnen. Zoals ik dan wel eens probeer. Maar kijk, dit is trouwens ook een hele goede manier om geld te verdienen. Gewoon vallen. En omdat je aan het vallen bent, naar die locatie toe teleporteren. Nee, dan moet je wel in de auto zitten natuurlijk. Maar weet je wat, hier is trouwens ook een easter eggje, meen ik. Als ik op het gebouw spring. Ik zei, dan moet ik wel iets goed op het gebouw. Kijk, zo. Ja. En dan moet je het helemaal daar. Oké, laat maar. Ik denk dat ik gewoon eind video. Dus like en abonneer. Zie je weer de volgende keer. De volgende keer gaan we de sniper missie doen. Want naast mij komt die sniper missie na deze missie. En na die missie gaan we waarschijnlijk die laatste die missie doen. En daarna gaan we volgens de laatste missie ooit doen. En we hebben de game uitgespeeld. Nou ja, ik heb de game voor 80% uitgespeeld. Of zo. En dan ga ik nu nog eens een walkthrough van maken. Maar goed, zo ben ik nog eenmaal. En ondertussen. Dus we zien jullie weer de volgende keer. Bij Dat je in. Oh, hallo, broeders. Twee. En oh, een vrouw die vecht. Oh ja, van die man had ik wel verwacht, maar van die hoer niet. Ik bedoel, nou ja, dit is nou een echte hoer. Nou ja, dit is meer een strandvrouw. Dit is niet zijn video, dus lijkt het niet als video. En oh, nu wordt het boos. Boom. Ik vind het gewoon leuk dat iedereen wegrent, behalve die politie. En kijk eens. Die politie is dat. Ach ja, het is gewoon een normaal dagwerk. En dan. Wat? Wat doet hij?